Het is woensdag, een nieuwe week. Weer de kans om eigenlijk kennis met u te delen. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En vandaag gaan we praten over iets dat zeer belangrijk is, maar veelal over het hoofd gezien wordt. En daarvoor heb ik dus een hele dappere vrouw bijgehaald. Dat is mevrouw Maya Matauli. En we gaan het hebben over Stichting CISA, waarvoor zij zich sterk maken. Maar eigenlijk ook hoe belangrijk het is om te weten over het erfrecht. Mevrouw Maya, welkom. Dank je wel. En dank je wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om met ons te zitten vandaag. Graag gedaan. Ja, Stichting CISA. Waarmee houdt Stichting CISA zich voornamelijk bezig? Nou, Stichting CISA houdt zich voornamelijk bezig met het informeren, onderwijzen en mensen vooral, en vrouwen voornamelijk, te educaten. Want vanuit de stichting zijn we ervan overtuigd dat als we mensen leren om iets te doen, het veel beter gaat dan dat als wij dingen voor mensen zelf gaan doen. Dus op basis daarvan eigenlijk om de vrouw met name tot haar volledige potentie te kunnen ontwikkelen, hebben we al dit soort evenementen die we steeds organiseren. Oké, kunt u een beetje meer erover vertellen? Hoe probeert Stichting CISA daarop in te spelen? Nou, onder andere, ons eerste event was in november, jongsleden. En dat was met name over Surinaams recht, de globale inleiding, wat de rechten en plichten zijn, erfrecht, beschermingsbevelen, et cetera. In december hadden we niets, want in december is de feestmaand natuurlijk en dan zijn we allemaal met andere dingen bezig. In januari hadden we een soort netwerkborrel waar vrouwelijke entrepreneurs onderling met elkaar konden netwerken en ervaringen en minder leuke dingen en leuke dingen over het ondernemen in Suriname konden delen met elkaar en zo elkaar overweg konden helpen met wat te doen, wat niet te doen. En zo willen wij de vrouw met name, maar ook de man is welkom natuurlijk, want hoe dan ook zijn we in een samenleving en we kunnen het niet alleen als vrouwen doen, we moeten het altijd samen doen, helpen om hun volledige potentie te bereiken. Ja, dat is... Dus dat is eigenlijk hoe jullie invulling daaraan proberen te geven. Dus als ik het goed begrijp, dan staat de vrouw wel centraal. De vrouw staat wel centraal, maar dat wil niet zeggen dat de man uitgesloten is. Mannen zijn altijd welkom op onze infoavonden, seminars, et cetera. Ja. Mits ze zich registreren natuurlijk. Ja, dat is dat. En waar is het idee eigenlijk, waar is het allemaal begonnen? Van waar die... Ja, zeg maar, durf om te zeggen, ik wil een stichting starten die zich gaat focussen hierop, hierop en hierop. Nou, het is een idee dat geboren is uit de behoefte die vier vriendinnen onder elkaar, ik en nog vier vriendinnen, hebben de behoefte gezien dat vrouwen met name, maar ook binnen de Surinaamse samenleving, dat er behoefte daaraan was om geïnformeerd te worden over heel praktische dingen. Hoe richt ik een bedrijf op? Hoe doe ik aangifte van een geboorte? Wat zijn de dingen die ik nodig heb als ik een website wil beginnen? Noem maar op, heel praktische dingen. En dat ontbrak, of naar ons weten ontbrak dat. En het is altijd makkelijk om iemand te helpen om iets te doen, maar als je iemand leert om iets te doen, dan hoeven ze een volgende keer niet weer een beroep te doen op jouw hulp. Dan kunnen ze het zelf. En ze kunnen het ook altijd aan iemand anders vertellen hoe ze het gedaan hebben. En zo creëer je een ripple effect, waardoor er steeds meer kennis gedeeld wordt. Amazing. Het is een heel mooi concept trouwens. Ik ben erg onder de indruk. Want zoals u zegt, het ontbreekt inderdaad. En dan komen jullie daarin, zeg maar. Maar anno 2023, je hebt nog heel veel vrouwen die, zeg maar, behoefte hebben hieraan. En misschien kunt u delen hoe belangrijk het eigenlijk is dat er zo'n platform is. Nou, het is heel belangrijk omdat gewoon ook de basisrechten en plichten kennen mensen niet. En dan is het niet alleen vrouwen, gewoon de gemiddelde Surinamer. Want wij hebben het vaak over vrouwenrechten, maar vrouwenrechten zijn ook mensenrechten. Dus daarom zeg ik ook altijd mensenrechten. Men kent zijn rechten en plichten vaak niet in Suriname.
En dat, daar schort het heel erg aan. En ook basisdingen zoals, als ik een bedrijf wil starten, zoals ik eerder al zei, wat heb ik nodig? Welke vergunningen heb ik nodig? Wat moet ik doen? Is niet alleen bij de vrouw vaak onbekend, maar ook bij de man. Dus daarom zeg ik de gemiddelde Surinamer. Ik wil niet specifiek op vrouwen enten, maar gewoon de samenleving. Omdat, zoals ik eerder zei, we moeten het samen doen. Er is niet vrouwen, mannen. Het is mensenrechten waar we ons sterk voor moeten maken. Precies. En iedere keer wanneer we het hebben over de stichting, dan komt het stukje recht weer terug. Wat is recht? Want voordat we gaan naar het erfrecht en het belang eigenlijk ervan, dan wil ik even bij de basic beginnen, het fundament. Wat is recht precies? Nou, het recht houdt heel veel in. Men vergist zich vaak heel erg erin. Het heeft niet alleen te maken met strafrecht, maar ook met het civiele gedeelte. Want waar men vaak zich in vergist, is dat men alleen denkt, oh, recht heeft te maken wat ik wel mag en niet mag doen, of dos rotomi, dat soort dingen. Maar dat is het niet alleen. Het heeft ook te maken met, een simpel voorbeeld, de voogdij van een kind. Als de ouders uit elkaar zijn, wie is voogd van het kind? Dat heeft ook met recht te maken. Zover zelfs, als je aangifte van overlijden niet op tijd gaat doen, want het moet binnen een bepaald aantal dagen, moet je tot naar de PG gaan om toestemming te vragen om die aangifte alsnog te doen. En daar vergist men zich vaak in. Dat heeft allemaal met recht te maken. Met recht te maken. Ja, dat is inderdaad zo. En het baat best wel zorgen. Breed. Het is heel breed. Het baat best wel zorgen hoe weinig wij als mensen eigenlijk weten over eigenlijk het rechtssysteem in itself. Om het even zo te benadrukken. Maar dan kijken we naar het erfrecht. Ja. En vaak genoeg, wanneer iemand pas, wanneer het al eenmaal zover is, de persoon is er niet meer. En dan gaan we kijken naar, ja maar hoe, en dan leren we allemaal in verkeerde richtingen. En plotseling vindt iedereen, ja ik heb mijn aandeel daar. Ja, ik heb recht op. Ik heb recht op. Ik heb dit geërfd. Dus ik denk dat we vandaag een beetje gaan uitdiepen wat het erfrecht precies eigenlijk inhoudt. En dan gaat het erom, hoe belangrijk is het eigenlijk dat we ons hierover blijven scholen? Eigenlijk op de hoogte zijn ervan. Absoluut. Ik heb heel vaak met vrienden en kennissen van mij daarover, van niet van een bepaalde leeftijd hoor, want mensen denken altijd, ja, pas als ik ouder ben hoef ik daarover na te denken. Maar nee, ook als je jong bent kan je alvast nadenken over een testament maken, want dan heb je vaak al heel specifiek in je testament wie erft wat van mij. Ook dat is belangrijk, want dat sluit heel veel onzekerheden uit als iemand komt te overlijden. Dan is ook helemaal specifiek aangemerkt in het testament. Ja, persoon A krijgt dit, persoon B krijgt dat. En dan moet er alleen uitvoer aangegeven worden. En daarom is het ook, u zult zien in de flyer, hebben we bijvoorbeeld de directrice van het CBB hebben we ook aanwezig bij ons. Ik ga even voorlopen op, we hebben aanstaande donderdag hebben we het seminar Surinaams erfrecht. En daar hebben we twee sprekers bij, mevrouw Canapé Pocky, directrice van het CBB, en meester Robert Huang, hij is notaris. Als je aangifte gaat doen van geboorte, of van overlijden, of van erkenning, heeft allemaal met het erfrecht te maken. Want als een kind erkend wordt, heeft die ook met het erfrecht te maken? Wanneer iemand komt te overlijden, heeft dat ook met het erfrecht te maken? Bij geboorte ook. Om een stamboom te maken, moet je toch ook naar het CBB? Ja. En om te bepalen wie erft, heb je die stamboom nodig. Dus zo zie je hè, dat het allemaal schakels zijn die in contact staan met elkaar. Absoluut. Ja, oké. Vandaar mevrouw Canapé ook betrokken is bij uw seminar die u gaat hebben, zeg maar, gaat organiseren. Van de stichting, ja. Ja, van de stichting, van stichting CISA. Prima. Maar er zijn ook vaker gevallen geweest, en dat is ook een van de vragen die ik heb gehad, er wordt een testament opgemaakt. Uiteindelijk kom je aan, dit en dit en dit wordt voorgelezen, maar er is zoiets dat er eigenlijk nog wat veranderd kan worden, al is je testament opgemaakt. Hoe staat het precies daarmee? Want als jij, zeg, 10 jaar geleden je testament hebt opgemaakt en
je bent nu van mening veranderd of je hebt wat eigendommen erbij of noem maar op, kan je altijd een wijziging in je testament brengen. Niet omdat je vandaag een testament hebt opgemaakt, wil dat zeggen dat het na 10 jaar niet gewijzigd kan worden of na 1 jaar niet gewijzigd kan worden. Het kan altijd. Het is per slot van rekening jouw uiterste wil die bepalend is. Okay. Verander je van mening, dat kan gebeuren. Dus dan kan je altijd wijzigingen aanbrengen. Dus als ik een testament heb opgemaakt, mag ik hem altijd nog wijzigen? Altijd. En hoe staat het als ik er niet meer ben? Ik ben uiteindelijk overleden. Ik heb wel nieuwe eigendommen bijgehad. Ja. Maar voordat ik hem kan veranderen, dan ben ik er niet meer. Hoe staat het dan daarmee? En ik heb vernomen, het werd ook aan me gevraagd. Mm-hmm. Er zijn gevallen waarbij het testament gewijzigd wordt na de dood van de persoon. Dat kan niet. Een testament wijzigen na de dood kan niet, want het testament is van de persoon. Mm-hmm. En die persoon maakt het testament op. Als die persoon overleden is, hoe kan hij het wijzigen? Dat kan niet. Oké. Nou, dan hebben jullie dat ook gehoord voor degene die dat als vraag hadden. En je kan hem niet wijzigen. Dan moeten ze donderdag naar het seminar komen en dan kunnen ze... Veel meer informatie. Ja. En het gedeelte van erkenning. Ja. Je hebt een gezin, een man en een vrouw zijn getrouwd. Je hebt dus kinderen in het huwelijk geboren. Ja. En er is een kind, of er zijn een paar kinderen buiten het huwelijk. En op een gegeven moment wil die vader ook een huis zetten op, zeg maar, jouw naam. Maar jij bent bijvoorbeeld niet in het huwelijk geboren, ik wel. Hoe kan dat nog steeds gebeuren? Heb je nog steeds de toestemming nodig van je partner, je dus gehuwde partner? Of kan de persoon gewoon zeggen, hey, het is mijn kind, het is mijn huis, ik wil het zetten op jouw naam? Als jij... aan iemand iets wil schenken, dat is jouw goedrecht. Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent met die persoon, dan ga je toch wel toestemming moeten vragen als jullie samen dat ding gekocht hebben, toch? Voordat je het aan iemand geeft. Ja. Waar of niet? Ja. Het is toch zo. Als jij en je partner een... Noem iets geks. Een auto, een huis? Nee, auto, huis is groot, man. Noem iets geks. Nou, een kan. Een PS5. Okay, dat is tegenwoordig in, toch? Oké. Okay. Jullie hebben samen een PS5 gekocht. En hij heeft een mattie aan wie hij het wil geven. Maar jullie hebben het samen gekocht. Gaat hij jou toch eerst vragen? Van, hey, schatje, vind je het goed als ik het aan hem geef? Ja. Zo ook. Als je iets samen gekocht hebt, ga je samen erover beslissen. Mits je niet onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent. Of het kind dan erkend of niet erkend is, dat is punt nummer 2. Als je iets wil schenken aan iemand, gaat dat altijd anders. Het mooie eraan is, je hebt dan eigenlijk, je ontneemt alle stress en alle gekibbel die er komt, mocht je komen te overlijden, over jou. Boedel, om het maar zo te noemen, wat dus overblijft. Als je het allemaal al geregeld hebt, daarom staan er tot nu toe erven en huizen en percelen die staan te vergaan, omdat het een boedelkwestie is. De familie kan het niet eens worden over wat naar wie gaat, omdat er geen testament was. Was er een testament, dan weet je, oh, dat gaat naar die, dat gaat naar die, dat gaat naar die, klaar. Dan heeft niemand te kibbelen. Ja, dus het is eigenlijk ook wel gewoon, je hoeft niet per se ouder te zijn. Nee. Als je jong bent, als ik hier ben, je kan het ook gewoon als iets een testament opmaken, zeg maar. Absoluut. Prima. En dan kijken we naar donderdag. U heeft een seminar, of de stichting CISA organiseert een seminar. Wat zijn voornamelijk de topics die besproken zullen worden donderdag? Nou, we hebben met beide sprekers hebben we de afspraak gemaakt dat zij eerst... gaan luisteren naar wat de vragen zijn uit de zaal en die zo goed mogelijk gaan beantwoorden en daarna verder daarover gaan uitweiden. Want het is toch altijd makkelijker om mensen antwoord te geven op vragen, want anders gaan ze misschien iets heel anders uitleggen terwijl er meer vraag is naar antwoord op testament, erkenning, een stamboom, wat is een verklaring van erfrecht, etcetera. Ja, dus eigenlijk zal het wel heel interactief zijn. Absoluut. Ja. En u gaf net aan, wat is de verklaring van erfrecht? Dan stel ik u die vraag. Wat is de verklaring van erfrecht? Een verklaring van erfrecht is een verklaring die opgemaakt wordt door de notaris.
waarin komt te staan wie degene zijn die recht hebben op de vrijgevallen boedel. Met de vrijgevallen boedel wil ik zeggen, wanneer iemand overleden is, al zijn roerende, onroerende goederen, dat valt onder de boedel. En een verklaring van erfrecht, daarin wordt vermeld wie dus de wettige, wie dus de eigenlijke erfgenamen zijn van die boedel. Er wordt door de notaris ook altijd eerst nagegaan of er een testament is. En naar het mocht er een testament zijn, dan wordt er naar het testament een verklaring van erfrecht opgemaakt. Oké, in de gevallen, want ik heb gemerkt, en dat is gewoon omdat je het ook van dichtbij meemaakt, er zijn heel veel gevallen van boedel in Suriname, om het even zo te zeggen. Je hebt er heel veel. En hoe los je dat op? Er is een huis, er is geen testament opgemaakt, je hebt kinderen die het niet eens zijn met elkaar. En het huis vergaat gewoon, je ziet het zo vaak, het huis vergaat gewoon in weer en wind. Hoe los je dat eigenlijk op? Gelukkig zijn er mensen, onder andere zoals ik, die dan bemiddelen in de boedel. En dan proberen de mensen, alle erfgenamen dan, tot een agreement te laten komen. Want het is zonde. Hoe langer je het huis of het erf of whatever nog laat staan, het vergaat. En dan probeer je het onderling op te lossen. Gaat dat niet, kan er altijd via de rechter scheiding en deling aangevraagd worden. Dus eigenlijk door middel van dialoog probeert je een middenpunt te bereiken? Dat is altijd het makkelijkste. Ja. De gang naar de rechter neemt vaak heel veel tijd en kost ook wel wat. En dat gaat meestal ten koste van de boedel. Dus dan krijg je ook minder. Mm-hmm. Oké, en er is een huis en of een bedrijf, noem maar op. Mm-hmm. En op een gegeven moment, het is boedel. Mm-hmm. Ja? De ouders zijn dood en er is op een gegeven moment boedel geworden. Overleden. Mijn vooruitgang. U begint te investeren, zeg maar, dat dak is niet goed. Er gaat een zinkplant weg. U investeert erin, ik investeer in een poort. En uiteindelijk vind ik heb veel meer dan jou geïnvesteerd. Of u vindt u veel meer dan mij geïnvesteerd. Kan je het aantonen? Ja, en als ik alle bewijzen, dus de persoon die met wie alle bewijzen... Wie schrijft, die blijft in het recht. Zorg dat je altijd alles kan aantonen. Dus het is zeg maar, als u alle bonnen heeft, dan heb je eigenlijk een voorsprong. Begrijp ik het goed? Want jij hebt dan het pand in goede staat gehouden, waardoor het pand inderdaad die waarde heeft behouden. Maar jij zit ook in het pand, dus afhankelijk zou je ook huur moeten betalen. Ik zou huur aan u moeten betalen. Nee, aan alle mensen die erven, toch? Dus wacht even. Zie je hoe ingewikkeld het is? Dus laten we het hebben over een huis. Toch? Stel, hoeveel broers en zussen heb je? Bij enig kind. Ik heb er drie. Je hebt drie broers en zussen. Mm-hmm. Je ouders zijn te komen overleden. Jullie hebben het ouderlijk huis. Mm-hmm. Jij gaat erin wonen. Het huis is niet volledig van jou. Het is gedeeltelijk van jou. Dus eigenlijk zou je toch ook huur moeten betalen, of niet? Dus dan betaal ik aan mijn broers en zusters, zeg maar. Nee, je betaalt aan de erfenhuur. Oké, dus eigenlijk, er zijn zoveel gevallen waarbij mensen gewoon in het huis gaan wonen en ze denken, nou ja, het is toch ook van mij. Ook van jou, maar niet alleen van jou. Okay. Snap je? Ja, maar dat, je wat? Deelt het toch? Als je ergens anders zou wonen, in een ander huis, zou je toch huur betalen? Dus waarom zou je in iets dat gedeeltelijk van jou is, niet gedeeltelijk huur betalen? Eerlijk is eerlijk. Mensen moeten eerlijk zijn. Het is gedeeltelijk van jou. Je deelt het met je broers en zussen. Dan kan je niet zeggen, oh, ik woon erin, dus ja. Het is mijn huis. Ook al heb ik heel veel erin geïnvesteerd. Als je er heel veel in geïnvesteerd hebt, dan kan je het van de huur aftrekken, toch? Oké, dat is interessant. Dat wist jullie ik niet moeten ook niet. Eerlijk blijven. Kom, jullie delen het toch? Ja, dan moet je toch gedeelde lasten en gedeelde lusten hebben. Je kan niet alles voor jezelf houden. Ja, dat is we moeten wel eerlijk met elkaar leven, toch? Ja, nou, dat was heel interessant. Ik ben er donderdag zeker bij, omdat ik nog zoveel vragen heb. En ik zou u ook adviseren, als u vragen heeft betreffende het erfrecht,
U mag altijd aan vragen alvast mailen. Sowieso moet u zich registreren en dat gebeurt via info@cisafoundation.org. Graag voor uiterlijk 15 februari, dus voor 16 februari, dat is aanstaande donderdag. De inloop is vanaf 6:30. 7:00 stipt beginnen we. Het seminar wordt gehouden bij Lolo Kukru in de Food Hall. Dat is aan de Blauwke Pankiestraat, een zijstraat van de Ringweg Zuid. Graag op tijd zijn. Ik hou niet van mensen die laat zijn. Die laat zijn, ja. Ze was er ook heel vroeg vandaag in de studio. Dat heb ik kunnen werken. Nou, ik ben er donderdag in ieder geval bij. Dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om lekker op een hele ontspannen manier toch de samenleving te informeren over het erfrecht. Want natuurlijk heb ik er ook heel veel aan gehad. Nou, ik wil u nogmaals bedanken voor uw tijd. Het is heel erg interessant, altijd heel interessant om over het recht te praten en met name het erfrecht. U heeft gehoord, het is heel belangrijk dat u op de hoogte bent van eigenlijk wat het inhoudt, waaraan u zich moet houden, want vaak genoeg vergeten we dat. Dat was het wat betreft het eerste deel, gaat u niet weg. Er volgt nog een tweede deel van In Gesprek Met. So welcome to DataSur, the one and only commercial data center in Suriname. This morning I was having a talk with Sifra and she was like, how old are you guys? And I was like, we're very pretty young. And so this is the first one. It isn't our only data center. We have two in Suriname. So now you guys are in Wanica, this is one, and we also have one in Paramaribo, which we use as a DR site for our customers. Today is just an open, you can have an open look, you can ask anything, but please no pictures, no videos, and if you don't want us to take pictures of or videos of you, you can also mention that to Sorena. Yes? Yes? Yes. I will do it during the yeah. Okay, so guys, are you ready? Yeah. I don't think so. So welcome to our data center. Everyone is here. Who have heard about DataSur before? Except for Lee. Yeah, you guys, of course. So, yeah. Oh, okay. So, DataSur was on paper started in 2014, but operation... I'm sorry for the microphone. I have to do that for the camera. But in 2016, we started the operations at this location. Just this year, we did some... added some new colors, the colors our teams like, so you can still see the yellow, and there's some history behind it, because you know the color yellow, blue in Suriname, yeah? Noli? Who knows what the color blue and yellow means? DataSur, yes. DataSur is 100% daughter company of DataSur. We do everything on our own, but yeah, we left the history a little bit. Right, Anvi? Yeah, that's the story behind it. Blue and yellow, yes. So that's true. So yes, in 2014, we started DataSur. 2016, we were operational. We started with 10, 20 clients. We are now above. Almost 2,000, yes, in such a short time. So that means tells a lot. So we'll walk this side. I will tell you something about our ISO certification. This is also some history we have. So when I walk there, you can just pass by. When we started with the data center,
Suriname was like, yay! Everybody was so excited about having a data center in Suriname. So we built it, everything was done, and when we were done, we were like, so, put your Surface with us. And they were like, oh no, I will do it myself. I don't trust it yet. Is it good? We will have access to my data and stuff like that. So we had a big issue then, because nobody wanted to come to the data center eventually. So what we did, we wanted to gain trust with the customers. So we were like, okay, we have to do the ISO 27001, that's information security. So we did that. But that's not everything, because a lot of companies were like, yeah, okay, and? So what we did, what we do as a data center, certification is good, it's a must, but we also try to get our customers on board to also work with the same process and the same procedures as we do. Last year, we also added the 22,301, and that's business continuity to the portfolio. And I'm proud to say that last year we did the recertification and we had zero non-conformities. So for Suriname, that's a really big thing, and we're really proud of it. So this year we are going through the same process again, so we hope to have it hold it like that. Last year we also won the Customer Focus Award. With that award, they rewarded us for being focused on our customer needs and the way we communicate with our customers. And that's something we all have in our DNA, and it's very important for us. So I will walk that side. You can quick take a look on your own time. Yes? Come with me. It's a bit warmer here. I like it. Okay. So we started with a personal amount of 5 people. We are now going to 25. We already have 25, I think. 30 almost, full time. Because we also have part-time employees, freelancers, and consultants. And if I add it up, I can hold it. 30 in full-time employees. So when we started, there was enough place for everyone to work in the data center. But with that growth, that fast growth, like our customer growth, we had to look at other places for our employees to work. So what we do, we use a hybrid work style. So a part of the team is working from home, 60-40%. So 3 days at home, 2 days in the office, based on your task. I should tell you that when we started doing this right before COVID, it hit so good, so we made so much revenue. We're like, we're gonna keep it like that, never change a winning team. So something is good in what we are doing, so we're happy about that. Because of the employees coming to the data center, we made a small meeting room for them so they can still meet customers, etc. I want to show you, I don't think we're gonna fit out, so you can just go in and go out. You can come, I'm not going to do nothing to you, Leslie. A second reason, yeah, so this one's to greet you guys too. A second reason was for the energy capacity that we needed. I will to tell you something more about the capacity that we needed and that could only be delivered at Santo Boma. Yes? Yes, Jürgen Smels, Operations Manager, DataSir. In this location, we needed 1 megawatt of power, and in Paramaribo, EBS could not deliver that. So at the moment, we are on 60% utilization of 1 megawatt, and as of recently, I think 2 years ago, EBS also locally in this street built a station where we can grow to actually even 25 megawatts of power. So there's enough room for growth in terms of energy in this part of Wanica. Oh yeah, and another, actually 2 reasons why the data center has been built here. It's very high above sea level. We are in Wanica,
And another one is Telesur has already, there's a lot of fiber laid to this area. You're going to see that. That's actually they're going to the ground, one of the ground stations of Telesur. And I think it's built since the 1980s where they had the satellite connection. So there's a lot of fiber coming to this area also. And it was easy to connect that to our data center. Mevrouw De Reep, goeiedag en welkom bij In Gesprek Met. Jullie hebben de afgelopen week hebben jullie een rondleiding gehad voor enkele Kanto-members die nog waren nagebleven. Wat betekende dit dat jullie van Datasur ook enkele mensen van andere landen een rondleiding konden geven van hoe de datacenter van de enige datacenter van Suriname eruit zag? Wat betekende dat voor jullie als Datasur? Ja, we zijn er zeker heel trots op. We hebben jaren gezegd, hey, Suriname is de markt voor Datasur. En na goed evalueren, 2-3 jaartjes geleden, zeiden we van, hey, we moeten onze vleugels gaan uitslaan. Zeker ook de manier waarop we complimentjes kregen van buitenlandse bedrijven. Van, jullie doen het goed, doen jullie iets extra's en doen jullie iets anders. En we als managementteam goed gaan nadenken van waar zien we onszelf. We doen dat meestal voor jezelf, maar we hebben dat ook gedaan met het complete team. En toen hebben we gezegd, hey, we hebben een internationale strategie die we willen gaan uitzetten. Vandaar dat we ook mee hebben gedaan aan Kanto en alle activiteiten. En om de mensen na het event nog te kunnen interesseren om naar het datacenter te komen en te kijken wat Suriname heeft opgezet en wat we kunnen bieden aan de regio voornamelijk, natuurlijk ook aan de rest van de wereld, is gewoon een hele eer voor ons. Je gaf het zelf aan, vandaar dat jullie ook hebben meegedaan aan de 39e algemene vergadering van de Kanto. Ik had begrepen dat jullie piggybackten op Telesur, maar de afgelopen, houden we dat ten goede, 2-3 jaar, dus hebben jullie dat gewoon als volwaardig lid zelf toegetreden. Wat voor voordelen had dat voor Datasur? Want dan hadden jullie dan meer recognition, men kon weten, oké. Ze waren met Telesur, nu zijn ze apart. Oké, good. Wat voor voordelen had het door om als volwaardige member zelf van de Kanto te zijn? Ja, inderdaad. We hebben vanaf ons bestaan gepiggybacked op Telesur terug. Kijken hoe dat gaat. Meer ook gewoon voor het netwerk. Vorig jaar hebben we besloten om volwaardig lid te worden van de Kanto. Zoals ik het al zei, onze strategie is to expand. De kennis, de geweldige mensen die we in Suriname hebben, ook hier behouden. En ook hun kennis, hun expertise, hun tentakels te laten vinden in het Caribisch gebied. Nou, Kanto is een geweldig platform hiervoor. En vandaar dat we ook dat zoiets hadden van, hey, we moeten lid worden, zodat we ook meer kunnen zeggen. Zodat we ook meer kunnen doen. We zijn niet alleen lid van Kanto en we gaan, maar we hebben verschillende dingen gedaan tijdens deze Kanto. We hebben geschiedenis geschreven als Datasur, jongste member. En we hebben de first health walk hebben wij gesponsord. Omdat we zoiets hebben wij als Datasur vertrouwen in ons personeel. En we geloven in ons personeel, maar mental health, physical health is ook heel erg belangrijk. En toen hebben we gezegd, dat grijpen we met beide handen en we sponsoren. Dat is één. Verder, onze collega's zijn ook lid van verschillende comité's van Kanto. Bijvoorbeeld, we zitten in corporate social responsibility. En we willen daarmee benadrukken dat wij als Surinaams bedrijf een footprint kunnen maken voor de rest van de CARICOM, voor de rest van de regio. En zeggen van, kijk, zo hebben wij het gedaan. Leer van ons, wij kunnen natuurlijk ook van jou leren. En implementeer de successen die wij hebben, ook in jouw bedrijf. We maken een paar stappen terug. Wat is Datasur en wat houdt Datasur precies in? Want ik denk van de doorsnee Surinamer hoort Datasur. En ze brengen het, als ik me niet vergis, altijd in relationship met Telesur. Doordat de zuur erachter staat. Maar als een van de belangrijkste managers die naar buiten toe treedt, vind ik het ook leuk dat de doorsnee Surinamer die misschien een klein bedrijf heeft en denkt, oh god, ik kan niet 100.000 harde schijven kopen. Wat moet ik allemaal doen? Leg mijn kijkers en onze kijkers een beetje uit wat Datasur precies is en wat jullie doen.
Ja, ik vind het altijd prettig om over datasuur te praten in mijn taal. En het is gewoon heel simpel. Telesuur kwam enkele jaren geleden op het idee om data op een andere manier, op een veilige manier op te slaan. En ze zouden investeringen doen. Toen hadden ze zoiets van, laten we geld ermee gaan maken. En zo is datasuur dus ontstaan als project en op een gegeven moment als bedrijf. En wat doen we? Allerlei vormen van dataopslag en databeveiliging. Kleine en grote klanten kunnen bij ons komen. Er zijn klanten die zeggen, nee, ik wil mijn servers zelf kopen, ik wil dit doen. En mijn applicaties die ik gebruik, wil ik zelf managen en erop kunnen zetten. En dan bieden we voor hun, wij noemen dat rack space of floor space. Dan kunnen ze met hun eigen rack komen bij ons. Of ze kunnen met hun eigen servers komen en gebruik maken van onze rack space. Wat doe je daar? Waarom kiezen ze daarvoor? We hebben die investeringen gedaan voor koeling, connectivity, luchtvochtigheid, elektriciteit. Die investeringen hoeven ze niet meer te doen bij hun. Wij hebben dat gedaan en ze gebruiken dus onze ruimte. Maar er zijn ook bedrijven, zoals je zei, die dat geld, die capex en die kosten niet hebben. Ze kunnen die investeringen niet doen. En wij zeggen van, maak je niet druk. Wij bieden ook cloud services aan. In plaats van fysieke service, fysieke space, huur je dan cloud space bij ons. En dan kan je ook je applicaties die je hebt bij ons in het datacenter plaatsen. En dat gebeurt allemaal virtueel. Dus je logt in via link of wat dan ook. Dat gebeurt op basis van de behoeften en dan kunnen ze gerust werken, heel bedrijfsvoering kan gewoon plaatsvinden. Maar ook gewoon heel simpel, we bieden ook webmail services aan, dus klanten kunnen mailen, webhosting, als je een website hebt en je wilt je data in Suriname, dan kan je dat bij ons doen. We zijn ook sinds 2 jaar, bijna 3 jaar ook al bezig met webdevelopment, dus het bouwen van websites. Want is niet onderhouden, want je kan het bouwen en je laat het staan. Maar je exposure, je online presence, daar besteden wij ook heel veel aandacht aan. En een hele belangrijke is backup. Je kan alles op jouw locatie laten, maar wij kunnen ook zorgen voor een backup. Dus mocht er iets gebeuren bij jou, dan ben je ervan verzekerd dat je je data veilig bij datasuur altijd terug kan opvragen. Ik herinner me nog even, tijdens die, voordat jullie begonnen met die rondleiding, heb je de bezoekers uitgelegd dat jullie ISO gecertificeerd zijn. Waarom was het belangrijk voor jullie als datasuur om ISO gecertificeerd te zijn? Ja, simpel. Je hebt data, je hebt informatie van mensen, van bedrijven waarmee je zorgvuldig moet omgaan. En dat is dus de core van onze business. Hoe kunnen wij op zo'n veilige mogelijke manier data opslaan, maar ook weer ter beschikking stellen van klanten, zodat ze weten van, maakt niet uit wat ik heb aan informatie, het is veilig. Toen hebben we gezegd, oké, dan gaan we de ISO 27001 doen, certificering. En dat voor jezelf, dat je processen hebt, dat je mensen weten wat ze moeten doen, dat je regels hebt. Maar wat we ook doen, we doen het ook bij klanten. Wij kunnen klanten niet certificeren. Daarvoor zijn er geweldige instituten. We hebben ook onze partners. Maar wat wij wel doen, is wat wij leren uit die ISO, het ook aan klanten meegeven. Van, hey, kijk, als datasuur moeten we ervoor zorgen dat deze processen in place zijn. Zorg ook ervoor dat je het in place hebt. Zorg ook ervoor dat niemand zomaar binnenstapt bij jou op kantoor. Zorg ook ervoor dat je personeel geen informatie meegeeft. En wat doen we dan? We doen security awareness sessies voor klanten. Ook voor bedrijven die gewoon daar behoefte aan hebben, maar voornamelijk ook voor klanten. En ons personeel is bijvoorbeeld verplicht elke maand een training en een examen te maken op basis van informatiebeveiliging. En wij kunnen op die manier ook weer die kennis overdragen aan klanten, hoe ze op een veilige manier ook hun data kunnen opslaan. Maar ook hun personeel. Je kan de mooiste infrastructuur hebben. Je kan alles bij datasuur zetten. Maar als één persoon een link klikt die ze niet moeten openen, heb je al een probleem. En dat is dus hoe wij daarop zijn gaan inspelen. En waarom ISO zo belangrijk is voor ons. Ja. Mevrouw de Rijp, het was heel interessant en ook heel informatief om ook met jullie mee te mogen lopen en ook zelf te zien hoe de datacenter eruit ziet. Want ik denk dat alleen maar een paar kleine korte clipjes op YouTube te zien zijn. Maar het is ook een heel andere ervaring zelf voor ons van ATV. Om ook mee te zien en ook vanuit de ogen van een buitenlander. Want je zag de goedkeurende knikken en mensen spraken en hun gezichten waren like, okay, that's impressive. Dus mijn felicitaties. En ik kan maar zeggen, ATV blijft jullie volgen en succes met dit alles. Heel hartelijk bedankt ook voor onze hele eer om deze kennis en wat we allemaal hier hebben als Surinaams product
te mogen kunnen tentoonstellen op jullie platform. Dit is niet alles. Ik zei het al ook tijdens de rondleiding. We are going to do big things in de regio. Dus blijf ons natuurlijk echt zeker volgen. This is one of the cooling units, and it comes with together with this package. And as you can see, we expanded last year with a smaller one, a smaller pot, but we can walk towards there in a few seconds. So this is the pot. It has its own fiber. You have the agua and the yellow ones. That's the yellow ones is the for the long distance. And agua, the blue one, is for in-house fiber. And we also have our copper connections, and we divided them. Depends on what the customer needs, but some customers use a full rack, but some customers just need one U. One U is actually just one. That's where we mix customers at the back. We have two racks where we do that. Because some customers don't want to mix, then we give them a full rack. And our cooling system, it's a hot aisle concept, so it blows the cold air into the data center, and the hardware sucks up the cold air. And then here in the middle, we have a hot corridor. That's where the warm air stays. And what this unit does, it's a circulation system. It sucks up the warm air, goes outside, and comes again as cool air. Any questions before we go further? Why do you need copper? Why do you need copper? Copper for an out-of-band management. For example, if we need access to our switches, or we need access to our cloud environment indoor. So actually the internal network shouldn't be, it's not necessary for fiber. But it depends, because if you have a storage, the internal network of the storage can be fiber. But for example, if I want to monitor that fiber storage, you do it with copper connection. Because for monitoring, you don't need a fast connection. And this is the distribution rack. This is actually the backbone. And we have it's redundant, so we have another one at the back. So this is where all the fibers from the Meet Me Room, from Telesur, come in. And then we divide them to the other racks, if necessary. If necessary. What we also do is, if a customer has a full rack, top of rack switch, that's what we did before, but it's a single point of failure. What we do now, we have in this rack, we have a mid-of-row switch, so we bring those customers together on two switches, and that's redundant, because for example, this top of rack switch, the top of rack switch is the demarcation point between DataSir and the customer. So if this switch fails, then the customer doesn't have a connection. So what we do with the new implementation is that the customers are on a shared switch. So if one of the switches fails, we have the other one. Does the camera? Some customers want extra security, so they added the camera and they are monitoring it themselves. Yes. No, I think still here. Yes, yes, yes. We don't know who has access to their... It's important for them. The pot also has its own camera and its own PDU system. And it's in it's three phases, L1, L2, L3. What we use, because of humidity, we put blanking panels, because we don't want the hot air
to mix with the cold air. Sometimes you see some openings, but that's when we're busy with some projects. But mostly you will see blanking panels. This is the one we implemented last year. It's a new POD, and it also has its own cooling system. Sometimes we also use this if we don't have enough of these blank panels. This is actually a cheaper solution. What we have here, this is recently built, but we're not done yet. This is actually a private room for the financial customers. A couple of banks, as you know, we also already have financial customers, but some of them want to be in a private room. So we recently built this private room. And what we still need to finish is cooling. So for this room, we're gonna have another concept, and that's raised-floor cooling, where the cooling is gonna come from beneath the floor, because at this moment, you're standing 70 centimeters above the floor level. These aisles, yeah, we can remove them with, how do you call it? So, yes, that's it, yes. So in this room, we're gonna be more flexible. Customers can come with their own rack, but of course, it needs to be international standards. So we don't want the customer to buy a rack. You know, if they have their own rack already, they can just move it to here. And what we still have to finish also is power. So cooling and power, and then the room's finished. We're also going to use another concept for power. And that's where power is going to come from the top. They call it a busway system. What we also have important is, I think you also saw that in the other room, also FESDA. This is, did Whitney explain this? What FESDA is? Okay, yes. We also have FESDA beneath the floor, because also beneath the floor we have electrical cabling. So it's very important that FESDA also detects. And also important to mention is our fire suppression system. It's actually what it has in it is NOVEC. It's a liquid, NOVEC 1230. And what it does is it removes a percentage of oxygen if there's fire from this room. Because what does fire need? Oxygen. So it removes a small percentages so that the fire immediately disappears. Yes. And these are the nozzles. We have 8. 4, 2 here, 1 there, 1 there, and also beneath the, yes. Because also in the raised floor, fire can occur. Any questions?